Nadat Jim passed out was gespand, gingen we op zoek naar Jim. Maar wat gebeurde er toen? You were kicked off the game. Oh ja, you've been idled. God, ja, echt waar! Idling for 10 minutes. Wow, oh fuck. Fuck, Dennis! Dennis! Ik kan niet meer keren. Kijk dit. Help Dennis! Ze zwemmen ons achterna! Okay. Dennis! Oh god. Oh, je zwemt in één keer boven het water. Oké, Dennis, what the fuck ben je aan het doen? Motorboten. Oké. Snel genoeg zwemmen dat je boven het water uitkomt. Ja, what the fuck is dit? Een soort hydrofoam. Wauw. Het is best wel diep. Gaan we hier het land weer op? Want die zombies die... Lijkt me een goed plan. Omdat Jim er steeds gekikt werd, hadden we als plan om Jim hem maar toch te gaan vermoorden. Te laden. Natuurlijk zit er weer geen fucking hatchet. Oh, hier is een rood huis. Dennis. Rood huis? Dennis, ga liggen. Ik zie een enemy approaching. Over. Oh shit, Dennis, shit, hij komt echt. Fucking hell. Wat? Enemy? Ja, enemy. Zombie bedoel ik. Fucking hell. Oh. Ik ben aan het bloeien. Hey, daar ben ik waar voor. Zit je? Oh, ik heb soms van die tijdperken in het jaar dat ik gewoon begin te bloeien. Kamenka, inderdaad. Hey, wacht eens even. Hey. Maar dan zijn wij daar in de buurt. Ik zie een binoculars liggen. Ik heb het wel heel slecht. Ik wat? Tril wat kreeg zo, ik nou? Ik probeerde mijn bandage te gebruiken en kreeg iets van sterilisatie. Ja, Dennis weer fucked! Dennis weer fucked! Ik heb geen wapen! Oké, ja, go! Doei! Ben jij er doorheen? Nee. Oh, goddammit. Go! Dennis, ik doe je er doorheen! Help! Dennis! Ja! Dennis, help! Dennis! Ga niet zonder mij, Dennis. Laat me niet achter. Waar ben jij dan? Ja, ik zit nog tussen de deur. Oké, ik ben levend weggekomen. Ja, ik ben er. Er zit nog een deur. Geblokkeerd. Oh, ik ben dood. Oh nee. So close. Ik was nog zo jong, Dennis. Ik was nog zo jong. Wauw. Ik ga Jim zoeken. Jongens? Ja. Ik kwam net een fucking ES50 gast. Hij zag mij al te voor. Ja, hey. Maar... Daar ben dat wou ik voor. Ook doen toen ik jou op ogen zag. Nog een random gast. Ren weg. Oh. Pak hem, Andrew! Pak hem! Pak kom hem! Kom je allemaal spelers mis. Oh, Jesus. Good. Dus ik leef! Dennis, ik leef! Leef je weer? Ja! Alright, ik kan je ook helpen. Ja! Dennis, ik ben buiten! Oeh! Grote plas bloed. Ik zie meer de bloed dan Boyd. Oké, ik ga snel het bandetje. Nee, er zit een error. Boyd, dit... Ja, staat iets met sterilisatie hier. Oh, ik heb helemaal zwart-wit, joh. Zwart-wit TV. Maar ik leef. Ik leef. Zwart-wit, dat zijn de goede oude tijden. Okay. Fucking hell, ik schrok Dennis. Van mijn Dennis. Eigen schaduw. What? Dennis, ik ren. Ik ren, ja, ik ga jacht, straks... Jacht. Ja, ik ga straks best out, wacht even. I got this, Dennis. I got Probeert, this. Ja. No. Oeh, als je pest out bent, mag ik dan flink op jouw lijk roedelen? Dennis, kom niet we zijn aan het recorden. Huh? Doe het even nee, ik wil nee, losrammen zeggen. Kom op. Je weet toch als wel in de film zeg maar iemand pest out is en dat je mij helemaal verrot slaat. Word wakker, word wakker. Dennis, ik ben aan het rennen. Ik ben aan het rennen, Dennis. I got this. Het hele scherm is zwart-wit. Maar ik leef. Ik leef, Dennis. Ik leef. Ja? Nu ga ik op zoek naar teentjes. Ik heb me nog nooit zo levendig gevoeld. Alleen ik zie echt geen ene karper. Waar ben ik? Hey, moeten we Jimmy gaan halen? Ja, maar what the fuck man? Ik ben echt gewoon zwart-wit TV all over the place. Ja, maar ik ben ook zwart-wit. Ik ben ook grijs. En blurry. Maar dat komt met je leeftijd, Jim. Nee! Ik heb mijn bril. Dennis! Oh, bloeten. Ik word heel aangehuurd, Dennis. Ja. Ik ben alweer levend, snel. Cover me. Ah, ik ben dood. Ja, wat is dit nou voor een inham? Boy, oh. Kijker, soda, painkiller, take bandage, doei. Goddammit. Toen ik was doodgegaan, spande ik in Pridorotki. Vandaar hadden we afgesproken om naar Mogilevka te lopen, om daar verder te meeten. Maar wat vond ik daar nou? een tent! Een tent! Oh fuck. Dit wordt even beter uitkijken, jongens. Er zijn hier twee tenten met hekken. Hekken.
Hacken. Met hacken. Ja. Ja, hackers. Oké. Dus even kijken, zit er wat in? Ja, ik zit er. Yes, er zit wat in! En aardig wat ook, holy fucking shit. Het GPS. Jezus, waarom vind je dat? Rangefinder, wash. Dat heb ik hem aangeleerd. Ja, teentjes liggen staan altijd bij. What the fuck, man. Slaat helemaal nergens. Ik heb het geleerd, dat zijn Dennis survival tips. Dennis heeft een eigen survival gids. Dennis survival gids. Ja, Dennis survival gids heeft hij gemaakt. En dat heeft heel erg geholpen. Ik span in de wildernis. Dit is een nieuwe serie die Dennis gaat doen op Just for Cats. Ik ga survival tips doen, ja. Dennis survival gids. Een AKM, twee AKM's. Ik ga het switchen van real life en deze video's. Een Alice pack? Dus je kan me in real life een klisma zien aanleggen. Wauw, ja. Ga verder, wat komt er nog meer? Ik ga me vanzelf verstoppen in de modder. Oh, oké, Dennis. Ik heb echt prostaatmassage. Oeh, ik ben naast Cherno, denk ik. Prostaatmassage. Ik heb voor iemand een AKM. Ja, waar en ben je? En bloodbags en morfine. Waar ben je? Waar ben je? En Bart, eten. Ik ben vlakbij Mokilevka. En dat is ook weer? Boven Psychorotki. Oh ja, ik ben naast Cherno. Ja, ik ben ook naast Cherno. Ik ben aan de linkerkant van Cherno. Dit is echt aan de linkerkant van Cherno. Dit zijn ook gewoon weer tentjes. Ik ben ook aan de linkerkant van dit is gewoon een tip. Een tip van Dennis. Zie je die hoge vuurtoren? Vuurtoren. Die stenen kachel ding. Oké, ik ben nu weer best wel bang aan het worden, aangezien ik dus weer... Oh ja, zien een kachel ding, ja. Ja, oké, okay, loop daar naartoe. Is het niet makkelijker bij benzinepomp of zo? Ik heb shit, dus ik ben nu weer best wel careful. Waarom ben je nou bang zodra je shit hebt? Jezus. Naar die rode, ik ga me hechten aan shit. Ding. Ik wil jullie zeg maar mij een shit geven. Oh. Ik ga me hechten aan mijn shit. Nou, ik wil mijn pop ook aan jullie geven hoor, vind ik best wel. Ik ben nu bij dat oranje huis. Ik heb altijd al iets persoonlijks gehad met hele shit, maar... Hele nasty plakpoep. En oranje huis. Als je vanaf de kust kijkt, en dan van de linkerkant aan Cherno is daar een oranje huis en daar zit Kit. Oké, zoals je me had horen zeggen, was ik al best wel paranoid aan het worden. Ik begon met hechten aan mijn shit, en toen vond ik deze dude. De kant. Dus je hebt links, maar je hebt ook de linker, dat is nog linker dan links. Oeh, linker. Linkception. Maar als je in de links gaat. Oh, ik zie iemand, ik zie iemand, ik zie iemand. Wacht even. Communicatie. Ja, ik zeg dat ik iemand zie. Mm. Maar ik zie hem nu niet meer. Goddammit, waar zit hij? Oh god. Ben ik nogal paranoid? Nee, niet, maar of ik ben van Electro naar Cherno gewaard, of ik ben ook van in Electro. Ik denk van in Electro. Het lijkt allemaal zo op elkaar. Oh, volgens mij ben je in Electro, sorry. Volgens mij ben ik echt gewoon paranoid, want ik zie hem nu niet meer. What the fuck ja, was ik dat? Ben in Electro. Maar stiekem is het gewoon een echte persoon en straks... Ik ben in Electro. Is er iemand dichtbij mij? Ik ben bij Wissota. Ik haat het echt als mensen mij aan de trommel zijn. De hele zijkant van de Electro die hebben ze zeg maar geverfd zodat het op Cherno lijkt. Juist. Them trolls are all over the place. Ja, echt hè. Volgens mij zijn het die Polen en die Russen. Oh god damn it, what the fuck? Ja. Ik wil de beelden nu terugzien, jongen. Ik wil weten of er iemand zat. Ik ben nu echt gewoon scary as fuck. Ik was gewoon een konijn. Oké. Misschien als je deze aflevering ziet, gaan we nu terugspullen. Dus heel even het huilen. Volgens mij was het gewoon zeg maar een blaadje. En wow. Dat zag ik bewegen en ik dacht dat het iemand zijn hoofd was. Maar je weet dat er gevallen geen blaadjes naar beneden. Als we de beelden terugkijken, bleek het gewoon een konijntje te zijn. Paranoid Boyd. Bleef maar lopen, lopen en lopen. En kwam uiteindelijk bij de verkeerde punt aan. Namelijk Wissota. Oh, iemand is weer dood gegaan. Oh nee. Oh wacht! Andrew! Wat? Oh, you got to be shitting me. Wat? Seriously? Wat? Ik ben bij Wissota. dus je moet nu een schot houden. Ik ben de fucking verkeerde kant op gelopen. Pot. Iemand schiet! Dat was ik. Oké. Met een revolver. Ja. Ik
zie een zombie de berg op krallen. Ben jij boven dat berg? Nee, ik ben in een huisje. Oké, ik kom nu ook een barn binnen. Barn, ja. Ik ben in staat hier een kerkje? Oh, dit is een groot ik iets. Heb een wapen dit is een voor groot je. Dorpje. Wat? Ik heb een AKM voor je. AKM? Schot je weer. Ben je dan? Ik zie nergens. We hebben die ene barn. Welke? Die grote twee barnen. Die witte? Ja, die witte en die bruine. Ja, duidelijk. Die ene barn met een hout en die witte. Die grote twee. Die twee grote, weet je wel, die bij elkaar. Grote barn. Ja. Die twee grote bij elkaar. Dude. Boven Visota. Ja, maar je weet dat zijn hersens niet snel zijn. Ja, echt hè. Hij moet nog alles processen. Twee barns. Processing. Buffering en... Processing. Recovering. Wat is nou toch voor een kutdorp hier? Waarom staat er nou geen bordje, man? Fuck. Setup completed. Oh, ik weet waar je bent. Zie je mij ook? Niet dat ik weet. Ik ren nu voor die barn. Ik ga nu naar die witte barn. Met dat rode dak, weet je wel? Ja, daar was ik hele tijd. Daar was ik hele tijd, G. Oké, nou kom eraan. Als je ziet iemand rennen, dan ben ik het wel. Ja, ik ben ook aan het rennen. Dus we zien elkaar misschien wel rennen. Dan gaan we misschien wel weer zo'n Beautiful Day zingen, samen. Gaan we misschien elkaar doodschieten. Beautiful Day. Copyright. Och, Noski Day. Oh. Hey, enemy. Andrew. Enemy. Oké, je mag... I'm going Air Force. I'm going Nog for what? Ibiza. Oh, what the fuck? Gonna have a party. Oké, airstrike incoming. Airstrike deployed. Oké, pak maar uit mijn backpack, ja? De AKM. AKM? Oké, misschien even naar binnen. Just saying. It's a tiny little loodle idea. Waarom moet je nou trouwens schieten? Want nu zijn we weer zombie aggro. Ik schoot niet. Oké, pak maar uit mijn backpack. Ik schiet wel. Get the fuck down! Ik mag bitch. In je backpack zitten. Lekker hè. Lekker warm. Fuck, ik was niet klaar. Jawel. Kom terug. Je hebt een wapen, Krenk. Zo noem. Kom terug. Oh, je hebt nu nog een shotgun. Wat is dit? Oeh. Open. Oeh, wat een beetje lijkt. Open. Dude. Open. Oké. Okay. Genoeg, denk ik. Wat heb je er allemaal uitgepakt? Dingen. Ik heb zelf niet eens genoeg ammo. Oh, zat. En even deze twee dingen weghalen. Oké. Okay. Gaan we nu naar Mogilevka? Heb jij een map? Toevallig? Nope. Ik ook niet. Oké, dan gaan we gewoon op goed geluk. Oh nee, wacht, we kunnen gewoon de weg volgen hier. Er zit hier boven gewoon een weg. Oké, we waren in Visota. Ik had Andrew gevonden. En ons plan was om naar Mogilevka te lopen. Vanaf daar zouden we met iedereen gaan meeten. En dan richting Starry Sobor gaan om mensen af te schieten. Waar is Jim? Jim is gewoon... Ik ben nog steeds aan het rennen op die weg. Wait, wacht, stop. Oké, we houden allebei één kant, ja? Crash, chopper. Wait, chopper, wait. Haha, jackpot. Woep. Net gespand. Chopper crash. Okay. En ook nog vol. Yep. Let's do this. Ik zie allemaal shit liggen. Waar zijn jullie liggen, nu dan? Mogilevka. Kunnen ze daar al spammen? Ja. Holy shit. Wait. Achter ons zit een zombie. Kut. Wat is dat donderse graf pleurisbord nou, man? God. Oh, pardon. Daar zo. Sorry. Jim, ik vind het algemeen niet echt... Ja, het is een beetje asociaal, ik weet het. Sorry. Oh, sorry. Hij was niet gehoord. Het is net alsof je Call of Duty zit spelen. Dude. Ren er dan even een rondje omheen, dan ga ik wel kijken. Ren jij even ze... Neem jij ze even mee? Nee. Oh joh, ze zijn niet eens geëggerd, laat maar. Daar. Ja, het was een blauw bord trouwens. Het was een blauw bord... Au, godver, nou slaap ik. Ga, kruip. Blauw bord met witte tekst. En er staat een tweetje achter. Waarom taalgebruik? Au, godver. Allemaal M14 liggen er. Oh, wow. Er stond een tweetje achter, dus het is 2 kilometer. Een Advent Foul, is die goed?
Dus ik kan diezelfde weg dat ik nu al twee keer heb gelopen. Maar. Wat ga ik dan nog een keer doen? Heel weinig ammo. Jezus, fuck. Maar ik ben in ieder geval heb je geen autorun hier? Wat? Ik ben in ieder geval mijn Enfield even neer. Ik ben wat Epipens mee. Morphine. En dan neem ik die FNVL wel in mijn backpack. Ja. Ik neem dan... Ik veel... ...dingen. Oké, okay. I got it. Goed, waar waren jullie? Jim is nog ergens. Ik ben 2 kilometer dus van die stad vandaan. Er stond een tweetje achter. Het was een blauw bord, witte tekst met een tweede achter. Wit? Ja, oké. Okay. Boys. Dus dat hele stuk wat ik al had gelopen, kan ik nu nog een keer doen. Dat zei ik. Na een kwartier lang te hebben gewacht in Mogilevka, kwam Jim dan eindelijk aan. Maar wat nam hij wel niet allemaal mee? Een hele horde zombies nam hij mee. Shit happens. Ik zie jou volgens mij, Jim. Ja, ik zie jou. Je hebt een aardige zombie, zegt hij aan of niet? Hey Jim! Ja, volgens mij ben ik daar. Bart, waar zijn jullie nu dan? Hey Jimbo! Hey Bart. Rechts van je, hi. In het veld, Jimbo, hi. Sup. Oké, wat gaan we doen? Ja, maar waar zijn jullie nu? Kom maar naar de barn, Mogilevka. De onder zijn we dan nu toch? Auw, godverdomme. Hey Bart. Mogilevka! Oké. Dat zeg ik 3 keer. Maar echt gewoon in de stad of bij de dam? In de stad. Okay. Holy shit, de shit houden van zombies. Wauw. Die spant die helikopter crash ook, want anders hebben we gewoon een wapen voor Jim. Hey, ja. Ik heb in ieder geval drinken nodig. Ja, kom maar eerst even de barn in, dan fixen we dat eerst. Een blikje shit. Ik heb heel veel drinken. Oh, awesome. Oh, wacht, 1 blikje. Coke. Oh, er is een zombie binnen, what the fuck? Let op. Pas op! Oh, shit! Wat ik zei net, er is een zombie binnen, man. Er zijn er 2 binnen! Wacht even, ik moet even painkiller pakken. Ze komen allemaal binnen. Fijn dat ze gewoon dicht de deur kunnen. Yeah. Oh, oké. Okay. We've been surrounded. I've been surrounded. Okay, we got this. God. Deze kant langs, jongens. Go, Jim. Hey, je legt wel een wapen hier. Jim. Kom dan, Jim, kom. Oké, okay, Jim, kom. Jim, kom. Jim. We hebben meer wapens. Rennen, nee. Nu zijn we omsingeld, jongens. We zitten vast. Ja, Jim duurde weer echt tering lang. Pas op. Oké, we zitten vast. We're fucked. Oh god, I hate you guys. Ik probeer de Jim te redden. Ja, Jim is echt waardeloos. Reloading. Komt goed. Schieten! Ik ben dat bandetje! Ga maar niet schelen. Schieten. Oké, nou rennen. Oh, fuck. Jij eerst. Waarom willen we nou weer niet gaan staan? Oké, doei. Kom. Komt eindje binnen, pas op. Oh, hij doet shit. Fuck doe je? Heb je benen gebroken of zo? Waarom heb ik nou opeens een kruisboog in mijn handen? Kom op. Volgens mij heeft hij been gebroken, Boyd. Wat? Ik denk dat hij heeft zijn been gebroken. Waarom? Nou, hij kan niet lopen of zo. Oké, ik heb shit, maar... Ik heb ook shit. Oh, fucking hell. Niet naar binnen. Fix hem dan. Ja, ik weet niet of hij heeft gebroken been of niet. Zeg het, Jim. Ja, hij doet het. Oké, kom, Jim. Holy shit, rennen. Al die zombies! Rennen. Andere kant. Jim. Rennen. Ik kan hier niet omheen, hoor. Ik blijf hangen achter een... iets onzichtbaars of zo. Hij moest ook weer een wapen pakken. Oude stumper. Ik ga even kijken. Oude stumper. Oh god. Jim, get the fuck out there now. Oh god, Jim. Jim, kom rennen, nu. Nu. Ik ga kijken of de heli crash nog is. Volg mij, nu. Nee. Maar blijf ik daar toch de hele tijd achter hangen dan? Kom. Dat is echt stupid. Kom. Hij is er nog. Oké, Boyd, we hebben 380 zombies achter ons staan. Ja, maar dat zijn genoeg. We need an equation vehicle, helikopter, weet ik veel. Backup. I know. Er zijn nog gewoon plantjes, hè, waar je in kan staan. Just saying.
Heb ik net ook even gedaan. Nog steeds. Uiteindelijk hebben we Jim bij de helikoptercrash uitgekregen. Maar de zombies kwamen ook mee. Echt, wat duurde dat lang. Uiteindelijk heeft Dennis dan eindelijk Mogilevka gevonden. Eindelijk, Dennis. Het duurde echt verschrikkelijk lang. Daarna hadden we gepland om naar het kasteel te gaan. Misschien niet helemaal de juiste keuze. Daar zijn we uitgelogd. En dan zien jullie in de volgende aflevering verder wat er gebeurde. Vond je deze aflevering leuk? Druk dan op die like-knop. Het helpt ons namelijk enorm. Het is misschien niet de allerleukste actievolle aflevering. Maar dit is ook iets in DayZ wat zeker niet vergeten mag worden. Het gedeelte survival. Er zijn namelijk nog steeds gewoon mensen die normaal survivalen. En dit is wat ik eigenlijk heb gemist in de afgelopen episodes. Er zit wel veel actie in, maar het echte survivalen, dat miste in DayZ. Dus dachten wij, kom, laten we dat dan weer eens even terugbrengen. Druk op die like-knop, vonden jullie dit erg leuk? Druk dan op die like-knop, druk op die knop add to favorites natuurlijk om naar je favorieten toe te voegen. En plaats een reactie wat er beter kan, wat er goed was, noem het allemaal op. Dus, braaf het kijken en volgende week zondag weer een nieuwe aflevering. Tot de volgende keer.